Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes, nummer 1418, met een uitzending voor vandaag, 24 september 2018. Dit is het bulletin van maandag. Door een uitzending van de Daily Minutes Extra Bits, de extra uitzending rond het overschakelen van PI2NOS naar internet, waar ik een oud spotje draaide, kwam ik op een initiatief van een paar jaar geleden, de Daily Minutes Listener Call-In, wie kent hem nog? Het was een speciaal nummer waar de luisteraars iets konden inspreken voor in de Daily Minutes uitzending. Het telefoonnummer werd niet heel vaak gebruikt, het aantal reacties doofde op een bepaald moment gewoon helemaal uit. Vandaag bedacht ik me dat het telefoonnummer van de listener call-in waarschijnlijk nog gewoon zou moeten werken. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Het lijkt dus wel een leuk idee om in deze laatste week dat de Daily Minutes via PI2NOS te horen is, de mogelijkheid te bieden aan luisteraars om nog wat in de uitzending te zeggen. Let op, ik kan niet garanderen dat ik je reactie kan gebruiken. Het moet relevant zijn, dat wil zeggen, het moet een beetje in de geest zijn van de uitzendingen. En daarnaast kan ik ook meerdere soortgelijke reacties krijgen, zodat ik daaruit moet kiezen. Nou, ik weet niet of het te horen is. Ik heb een experiment vandaag met een andere microfoon en die is veel gevoeliger. En die begint mijn benedenbuurman te timmeren. Dat zul je altijd zien. Maar goed, terug naar de listener call-in. Het leukste vind ik als je een anekdote kunt vertellen. Iets wat je met de zendhobby, antennes plaatsen, zelfbouw of met een vossenjacht hebt beleefd. Mag best wel een lang verhaal zijn, dan baseer ik een groot deel van de uitzending erop. Ik probeer de uitzendingen vooral positief te houden, dus houd het in gedachten. Dit is wel je laatste kans om je eigen stem een keer in de Daily Minutes via PI2NOS te horen. Je hoeft overigens geen zendamateur te zijn om te kunnen reageren. Het nummer dat is 033-457-0711. 033-457-0711. Notabene, het telefoonnummer van de listener call-in is ook te vinden op de website www.pa0ete.nl. Ja, dan komen we aan het hoofdonderwerp van deze uitzending. De heersende mening van onder amateurs is dat er niet meer aan zelfbouw wordt gedaan. Ik had het daar gisteren nog met een amateur uit Friesland over. Ik heb recent ook geluiden gehoord dat het zendexamen wel afgeschaft zou kunnen worden omdat het toch niemand meer zelf bouwt. Apparatuur is te ingewikkeld en alle grote uitvindingen die worden toch door hele teams van mensen gedaan. Dus wat kan een nederige zendamateur daar nog uitrichten? Het meest verdriet in dit kader deed me de afgelopen tijd nog een publicatie van Agentschap Telecom die hetzelfde stelde. Het ging over het toekomstige verkoop van frequentiespectrum en het leek alsof AT bedacht dat de rol van de amateur als experimenteerder en vernieuwer wel een beetje uitgespeeld was. Ik stelde toen al dat het onzin is. Ik verwees naar de rol van een amateur, een enkele amateur dus, die de Heyphone bedacht. Die Heyphone, dat was een telefoon, of dat is een telefoon die onder grotten of onder stenen gebruikt kan worden. En die is dus gebruikt bij de redding van het Thaise voetbalteam in de grotten van Thailand. En verder een paar jaar geleden, toen bij het zoeken naar de blackboxen van de vermiste Malaysian Airlines MH370, het vliegtuig, de Amerikaanse marine de software gebruikte die door een Duitse amateur bedacht was. Bij alle budgetten die de Amerikaanse defensiemacht voor nieuwe ontwikkelingen gebruikt, geven ze niettemin de voorkeur aan een gratis toepassing die door een zendamateur via zijn website wordt verspreid. De Duitse amateur was niet op de hoogte dat de US Navy zijn software verkoos boven producten die ontwikkeld zijn door hele teams. Hij moest dat uit de pers vernemen. Ja, een ander argument dat ik gebruikte is dat uit statistisch onderzoek bleek dat er tussen de 1000 en 1500 amateurs actief aan zelfbouw doen. Dat is overigens ongeveer gelijk aan het aantal dat in 1964, toen ik mijn zendexamen deed, het geval was. Ook toen deed niet iedereen aan zelfbouw. Er werden mobiele phones gebruikt, en dat is in de periode van daarvoor producten die door andere zelfbouwers waren gemaakt. En een deel van de amateurs deed vooral aan het werken van DX met gekochte Japanse of Amerikaanse transceivers. Er is wel een verschil tussen toen en nu. In 1974 waren er rond de 2700 zendamateurs. Nu zijn het er rond de 15.000. Dat betekent dat ondanks dat de aantallen hetzelfde zijn gebleven, het percentage amateurs dat aan zelfbouw doet wel is gedaald. In 1975 was dat ruwweg de helft, nu is dat minder dan 10%. Dat verschil in percentage komt vooral doordat we te maken hebben gehad met een grote instroom van amateurs die meer in verbindingen geïnteresseerd zijn dan in zelfbouw. Belangrijk is naar mijn mening dat het aantal zelfbouwers ongeveer gelijk is gebleven. Ja, die zelfbouwers die zijn daarbij een bijzondere ondersoort in onze hobby. Ik heb van AT wel eens begrepen dat men daar de zendamateurs vooral het liefste ziet als de groep van zelfbouwers en minder dan de niet-zelfbouwers. AT heeft echter ook wel eens aangegeven dat ze vinden dat onze banden te weinig gebruikt worden. Die beide dingen die zul je nooit tegelijk krijgen. Zelfbouwers zijn de Willy Wortels van deze wereld. Mensen die het liefst tot laat in de avond hun hoofd breken over wat ze nu weer hebben gebrouwen. Komen ze die dag niet uit, dan gaan ze de dag erop verder. Tijd voor een QSO en om de band te bezetten, die is er niet, hun project moet af.
Is het project klaar, dan hoor je de zelfbouwer, tenminste als het een zendproject is, via de amateurfrequenties. Doet hij het? Doet hij het goed? De echte zelfbouwer die wacht het antwoord ongeduldig af. Verder moet hij met het volgende project. Deze berg die is beklommen, de volgende berg die wacht weer. Eerst de voorbereiding, het ontwerp, de onderdelen bij elkaar krijgen en dan aan het bouwen. Als we het van die zelfbouwers moeten hebben, zijn onze banden slecht bezet. Gisteren publiceerde de Veeron een artikel over dit onderwerp op hun website en ik ben blij met het artikel, eindelijk. Zelfbouw is springlevend, zo luidt de boventitel die bij een aantal mensen ongetwijfeld tot verbazing zal leiden. De zendamateur innoveert, bouwt en experimenteert, zo gaan de chocoladeletters verder. Amateuronderzoek en innovatie zijn geen verleden tijd, zo luidt de hoofdtitel. Eindelijk, ik ben geen roepende meer in de woestijn, zucht. Zelfbouw is dus springlevend, zo gaat het artikel verder. Zendamateurs slaan steeds nieuwe wegen in. De Veeron behartigt en bevordert voor haar leden het beoefenen van amateurradiocommunicatie en het daarmee verband houdend experimenteel radio- en elektronica-onderzoek. De Veeron geeft daarmee gehoor aan artikel 1.56 van het ITU-radioreglement. En die luidt een radiocommunicatiedienst met het doel van zelfstudie, intercommunicatie en technisch onderzoek door amateurs. Dat wil zeggen door naar behoren gemachtigde personen die geïnteresseerd zijn in de radiotechniek. Uitsluitend met een persoonlijk doel en zonder geldelijk belang. Een aanleiding om eens nader te kijken naar zelfbouw, zo schrijft Veeron.nl. Hoe is het gesteld met de actieve betrokkenheid van radiozendamateurs bij innovatie, zelfbouw en bij het experimenteren? Tegenwoordig zijn de kosten van commerciële apparatuur bijzonder laag. Al voor €25 heb je een nieuwe VHF-UHF-FM-portofoon en daarom vragen mensen zich af of de prikkel tot experimenteren en tot zelfbouw nog wel aanwezig is. Maar de enorme variëteit, de lage kosten van apparatuur en de komst van SDR heeft juist ongekende mogelijkheden gecreëerd en hierdoor is men juist geneigd te onderzoeken, zelf te bouwen en te innoveren. Op onze banden zien we nu de opkomst van digitale modi, software en geavanceerde apparatuur. In de afgelopen tijd hebben revolutionaire ontwikkelingen plaatsgevonden in digitale modi. Denk maar eens aan propagatiebakentechnologie en ook de toename van SDR-zendontvangers. Onderzoek en innovatie door zendamateurs is dus nog lang niet voorbij. Zelfbouw is springlevend. Het is dus beslist niet zo dat zelfbouw, experimenteren en innovatie door zendamateurs is afgenomen, zo schrijft Veeron.nl. De traditionele zelfbouw maakt meer en meer plaats voor nieuwe technieken. Zendamateurs maken steeds meer gebruik van de Arduino. Deze is steeds vaker in de check van de zendamateur te vinden. Na een artikel over de Arduino wordt er voor Electron gewerkt aan een serie over de Raspberry Pi. Al maanden staat het artikel maak van je computer of tablet een SDR-ontvanger in de top 5 van de best bezochte pagina's op de Veeron-website. Daarom is de Electron-redactie nu op zoek naar iemand die een serie wil schrijven over software-defined radio. Stuur, als je daar een bijdrage aan wilt leveren, een e-mail naar redactie@veeron.nl. redactie@veeron.nl. De soldeerbout die maakt dus plaats voor het toetsenbord. Zelfbouw, experimenten en innovatie bevinden zich in een transitie van oude naar nieuwe technieken. Maar de zelfbouw die is springlevend, zo stelt www.veeron.nl. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.